30.000 items, 30.000 onderwerpen hebben we met allemaal verschillende mensen in 18 jaar lang hebben we die gefilmd. Nou, hier is bijvoorbeeld Cineac Feyenoord. Dan heb je een doos helemaal vol met banden. Thuis vanwege de kakkerlakkenverdeling. Heb je veel last van kakkerlakken? Nou, veel last is niet echt het woord. Het is meer, je ziet er af en toe een, maar het is een heel naar gevoel. Alsof het niet je eigen huis is of zo. Ik bedoel, elke keer als ik thuis kom, 's avonds, het eerste wat ik doe is, ren ik naar de keuken en dan doe ik het licht aan en dan kijk ik wat er wegrent of zo. En het is, je voelt je gewoon niet echt op je gemak. Je hebt het gevoel van, als ik wegga, nemen ze het huis over of zo. Een soort invaders. Ja. Hier met die kiertjes, zeg maar, dit gaat gelijk naar de buren toe. Dus dan komen ze tussen het plafond terecht. Ja, en als de buren ook zo'n kiertje in het plafond hebben, nou, dan kunnen ze van hier zo gelijk door naar beneden toe. Dus dat zijn dan van die rotplekjes. Hey, en de kakkerlak, wat is dat nou? Plant die zich nou voort? Of wat is het nou voor een dier eigenlijk? Ja, is een insect? Ja, nou, ze planten zich voort. Ze moeten zeg maar een gemeenschap hebben, dan zijn ze bevrucht. En dan, dan kunnen ze heel lang eitjes produceren. Ja. Ze hebben maar één keer, zeg maar, hoeven ze maar te paren. En dan kan dat vrouwtje kan heel lang kan daarmee mee doen. En daar hebben ze geen tijd van het jaar voor, zeg maar? Nee, dat gaat gewoon door. Ook weer net als ik. Dat gaat, dat gaat gewoon door. Ja, ik lijk best op een kakkerlak als zo. Met het middel wat we gebruikten voordat we met de gel gingen werken, was voor bewoners altijd een vrij intensieve bestrijding. Want. Oké, we komen zo. Want dan moesten bewoners de keukenkastjes helemaal leegruimen, de plinten vrijmaken en de huisdieren. We staan nu bij een woning waar bijvoorbeeld een kat binnen is. De huisdieren moesten dan ook 2 uur de woning uit, samen met bewoners. Dus dat was vaak ook een probleem en vaak ook een reden waarom bewoners niet mee konden werken. Ja, ja. Sinds jullie die gel hebben, heb je ook minder last van dat mensen niet thuis zijn of niet mee willen werken? Nou, dat zal het schelen. We werken er nog niet zo heel erg lang mee, een aantal maanden. We hebben de hele bestrijdingstechnisch gezien ook hele goede resultaten mee bereikt. En ik denk ook dat als we zeg maar over een jaartje terugkijken, dat er meer mensen meegewerkt zullen hebben. Want bewoners hoeven nu alleen maar thuis te zijn en verder hoeven ze niets te doen. Mm-hmm. En dat is veel prettiger natuurlijk voor bewoners. Zullen we naar boven gaan? Meneer. Goedemorgen. Ja, komt u maar binnen. De tijger is weg. U hebt last van kakkerlak ook? Nou, niet normaal. Ja? Ik zeg, verleden week heb ik die koelkast weggehaald. Nou, daar ben ik me geschrokken. Er is zo'n kluit onder. Ja, ik zal even kijken. Ik weet niet of ik hem weg moet halen. Maar, dat hoefde niet, hè? Ja, ik zal even kijken. Misschien is het wel leuk voor de camera. Ja, ik denk dat ik het nou niet meer. Ik heb het helemaal schoongemaakt. Ja, daar hebben we ze allemaal weggejaagd. Oh, wat een berg zat eronder. Ja? Zo. Maar je schrikt ervan dan, hè? Die heb zelf geschoten. Ja? Ja, ik moet toch wat? Ja, precies. Maar kan je kent zien, hij moet doden liggen, hè? Dus het heb geholpen. U hebt zelf... Moest wel. Ja. Want ze lopen overal overheen. Hier haal je mooi die eipakketje. En dat is een eipakketje. En dan leggen die hier 2. Dus dat zijn in totaal in principe al 120 kakkerlakken. Die uit die eipakketjes zijn gekomen. Dat zijn 120 kakkerlakken? Nee. Die eipakketjes die vertegenwoordigen, laten we zeggen, 30 kakkerlakken. Nou, er leggen er 4 maal 30, is 120 kakkerlakken. Uit die 4 pakketjes. Dus kun je nagaan als je er een heleboel hebt. Ik kom na een paar weken. Ik zeg, er zat zo'n kluit en dat zit dan bij Sion onder die motor natuurlijk. Ja, dat is lekker warm. Ja, klopt.
Nou, en dit zie je, hier kan je ook zien hoe heel erg klein ze zijn. Ja, af en toe zie je er nou een randje lopen. Ja. Maar ja, ik ben constant aan het spuiten hoor. Wat je moet doen, is dit regelmatig weghalen. Vooral die eipakketjes. Ja? En door de wc spoelen. Gewoon, ja, dan zijn ze voor goed weg. Want als je ze gaat opzuigen en zo laat liggen, dan komen die eipakketjes toch nog uit. Ja. En als je ze in je stofzuigerzak laat zitten, komen ze daar uit. En als je stofzuiger weer in een andere kamer staat, dan krijg je ze daar ook. Ja, ja. Dus gewoon af en toe die ijskast weg, bij elkaar vegen en door de wc spoelen. Ja, dus dan ben je er gewoon helemaal vanaf. Ja. Dat is heel belangrijk. Dat is ook een tip voor mensen die dit zien. Als je een kakkelak ziet, gewoon doodtrappen. Ja, blijven die eitjes niet... Ik zeg altijd maar zo, je moet denken aan een kippenei. Als je daarop gaat staan, doet hij het ook niet meer. En dat is met kakkelak precies zo. I got bugs. I got bugs in my room. Bugs in my bed. Bugs in my ears. There are eggs in my head. Bugs in my pockets. Bugs in my shoes. Bugs in the way I feel about you. Bugs on my window. Trying to get in. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. Ik hou wel van dieren. Omdat het ontzettend moeilijke dieren zijn. Er is eigenlijk heel weinig over bekend. En ja, dat fascineert me wel, dat trekt me wel aan. Een hele grote watergram. Hier zitten dan van die Australische. Ik heb baartagramen, ik heb watergramen. De grote fascinatie met deze dieren is eigenlijk begonnen toen ik een kleine jongen was en al in de sloten liep te scheppen met schepnetjes en met sleepnetjes. En eigenlijk alles wat in de sloot bewoog mee naar huis nam en ging houden. En daar heb ik de nodige ervaring mee opgedaan als klein kind zijnde. I just wanna know about your different lives. I heard some your people fine. I heard some you got your families living in cages, tall and cold. Some just stay there and dust away past the age of old. Is this true? Please let me talk to you. I just wanna know about your. Hallo, ik ben Mike van Alphen. Ik runt een reptielenwinkeltje in Rotterdam-Zuid in de Ebenezerstraat. En wij zijn eigenlijk bezig om de mensen in de hobby te laten rollen door middel van goede informatie. En het aanschaffen van goede dieren, nakweekdieren die we hoofdzakelijk zelf kweken of aanschaffen door middel van aankoop van particulieren die ermee kweken. En wat verkoop je zo al? Wat voor soort? Hoofdzakelijk verkopen wij dus baartagramen. Dat zijn dus dieren die een centimeter of 45 tot 50 worden. Goed nagekweekt worden in Nederland. En daar, dat is eigenlijk onze hoofdmoot. Dat zijn de diertjes die aan deze kant staan. Misschien kan je even inzoomen. Dit zijn dus nakweekdiertjes van pakweg een anderhalf, twee maanden oud. En groeien uit tot dieren van 45 tot 50 centimeter. Het zal nooit bijten. Eigenlijk een van de klappers van deze winkel. Wat is dit voor een slang? Dit is een kornslang, oftewel de rattenslang. Elapha guttata guttata, dat is de Latijnse naam. Wordt al generaties lang in Nederland gekweekt. Een volwassen vrouw gooit tussen de 20 en de 24 eieren. Tot 36 eieren, gebeurt ook wel, hangt van de grootte van de slang af. Meestal zo'n twee keer per jaar. Een beetje weg, want ik vind het wel eng. Zijn geen bijters. Er zijn altijd kinderen of mensen die dus op een gegeven moment een slang willen gaan houden. Gaan vaak op de kleur af, de grootte af, willen kleine slangetjes houden. Nou, dit is een slangetje wat niet groter wordt dan een 1,40 meter, 1,50 meter. Dan hebben we het wel zo'n beetje gehad. Totaal geen agressieve slang. Kan ook door kinderen wel aangeschaft worden met de nodige bijschrift van zo en zo moet je dat diertje dus gaan houden. Zo'n dier eet één keer in de 5 tot 7 dagen een muis. Wij voeren dus diepvriesmuizen, omdat wij ook niet achter het verhaal staan om levende muizen te voeren.
Dat doen jullie ook niet, levende muizen. Het gebeurt wel dat er dus slangen zijn die alleen maar levende muizen willen hebben. Maar vaak is het zo dat wij de dieren dus van jongs af aan wennen aan doodvoedsel. Dat ze eigenlijk het hele leven lang blijven ze doodvoedsel. Zit hier ook wel een paar slangen die denken wel levende muizen eten? Er zijn ook slangen bij die daadwerkelijk wel levende muizen willen eten. Maar we bieden dus altijd tussendoor gewoon diepvries aan. Zodra dat geaccepteerd wordt, houden we het ook op diepvriesvoedsel. Want wij zoeken het ook niet op voor de sensatie, zogezegd. Niet... Or is it just a remains for vibrations? Jij verkoopt dingen die op de lijst staan die mogen, qua reptielen en slang. Ik verkoop reptielen die op de lijsten staan als lijst 2. Dat zijn dus CITES-dieren die dus wel beschermd zijn, maar met quota's het land verlaten. Er mogen bij wijze van spreken 400 slangen uit een bepaald land. Dat wordt verdeeld over heel de wereld. Die neemt de 100, die neemt de 50, zo gaan de 400 slangen weg. Daar kan ik dus op een gegeven moment ook de hand op leggen en kan 40 of 30 dieren kopen. Doet dat dan ook, maar met die verstand dat er dus wel de papieren erbij zitten. Want zonder papieren doen wij geen handel. Ik wil daar niets mee te maken hebben. Hallo, jij werkt hier zo? Nou, werken wil ik niet zo zeggen, maar we staan Mike en Jungle Corner bij in verband met kameleons en opvangen van zieke dieren. En... Wie ben jij? Ik ben Kees Buit. En wij zijn een beetje gespecialiseerd thuis in kameleons. Ik hoorde dat jij zelf ook, je hebt ook heel veel kameleons thuis. Het hele huis loopt vol. Bijvoorbeeld een volwassen man zitten. Ik zal hem eens even pakken. Dit is een volwassen man? Ja, een volwassen Jemen. Volwassen Jemen. Kameleon. Kom eens. Hij kan niet wegspringen nou? Nee. Oh. Oh man. Misschien leuk als je er een krekel voor houdt. Ja, ik denk als je een springkaan pakt, dat hij hem nog schiet ook. Dan moet je even een springkaan uit zijn bakkie pakken. Daar. Aan de andere kant. Hele mooie dieren. Ja, het zijn fantastische dieren. Ah, fantastisch. Kijken wat hij doet. Maar hij ziet hem nog niet. Hij heeft niet echt honger, geloof ik. Nee, hij krijgt me toch graag niet onze wat hoor. Zo tussen neus en lippen door. Ja. Net mensen. Ja. Nee, hij doet het jammer genoeg niet. Maar wat is dan, wat normaal gesproken, dan schiet de tong eruit? Dus, dan schieten ze hem, deze schiet er wel gauw een 75 centimeter aan meter schiet hij zijn prooi wel vandaan. Dus dat is een behoorlijk eind. En zien ze, dat komt doordat ze zulke goede ogen hebben of is dat reuk? Ze hebben twee onafhankelijk draaiende ogen. Ze kunnen zowel achter als voor kijken tegelijkertijd. Daarom zijn die kameleons ook zo langzaam, want ze krijgen dus ook twee beelden de hersens binnen tegelijkertijd. En je moet met de kameleon dus niet hard gaan lopen of ze moeten echt rustig kunnen lopen en omdat ze die twee beelden binnenkrijgen. Daar zou je helemaal neurotisch van worden. Ja, nou het lijkt me wel leuk als ik auto rijd dat ik tegelijkertijd achter kan kijken voor. Dus, met je tong je prooi kan slaan. Ja, ook dat nog, ja. Precies. Zie dat nou uittrekken. Dus die dieren raken daar nog enigszins licht van vlam van. Dat is heel laag. Hier bij de matjes, dat is zelfs heel erg kort. Ja, dat is een heel leuk bord. Daar reken je van zien. Hoe kom je nou aan deze slangen? Je komt net binnengelopen en heb je slangen, Jan. Ja, die ben ik bezig vangen. Die heb je net ergens gevangen? Ja. Was iemand die kwijtgeraakt dan? Ja. Die waren ze kwijt en ben ik even bezig helpen. Dus die zat achter het plintje, zat hij. Kan dan verder, is het geen kwaaien? Geen gevaarlijke slang. Nee. Je ziet het aan, dan zou ik hem niet zo vast. En is alles nog goed met hem? Ziet hij er nog goed uit? Hij ziet er goed uit, hij is mooi vet. Nou, hij ziet er goed uit hoor. Maar hij was natuurlijk nog maar kort kwijt natuurlijk bij die mensen. Kees, of heet die...
Ja, die worden groter. Daar is ook twee van eigenlijk. En ook die kennen kruis onderin. Die kennen kruis onderin. Maar dat zou ik niet doen, want ik vind soms nog een En maar wat is er hier in deze bakje boven zit? Dat zijn de zwerfslepen. Dat zijn de zwerfslepen? Zijn, normaal gesproken zijn het zwart. Ja. Helemaal zwart. De slepen op z'n Mag ik eens kijken, wat heb jij gekocht? Het beste zijn UVB-lampen. Anolissen. En wat zijn dat? Dan geven ze die druppels weer heel breed. Ja, soort hagedisjes. Wil je even het doosje omhoog houden? Ik zie niks. Het is niet ongezond of zo, maar... Ga je die thuis houden? Nee, in school. In het terrarium. Dus jullie hebben deze voor school? Ja. Hebben jullie al een terrarium? Ja, helemaal ingericht al. Nou, neemt deze ook gewoon mee. Dan ga je die zelf verzorgen? Ja, met nog een paar vriendjes en de leraar. En hoe heet dat? Weet je hoe dat moet? Ja, de leraar. Amsterdam, waar ligt dat dan? Zo hebben we allemaal dezelfde vlaggen, er worden andere rondjes van gemaakt. Dan krijg je allemaal dezelfde vlaggen. Ik maak nou dingen, dat is alleen maar voor Feyenoord. En dat zie je nou hier ook wel in mijn huis dadelijk. Dat ga je rondom in mijn huis zien. Dit is mijn keuken, ook hier ben ik alles aan het Feyenoord maken. Dit is mijn bar, ja? Mijn bar, maar het wordt nu als werkbank gebruikt. Oké. Okay. Het zijn schilderijen, die is van 95, die is een hele oude man, die is niet te koop. Die pop? Die poppen zijn ook niet te koop. Hoe kom je erop? Die heb ik bij een sigarenboer gekocht. Voor 80 gulden. Die vent wou hem zelf houden, maar 80 gulden was een hoop geld. Die taart heb ik van de bakkerij gekregen, zijn nep. Maar zijn toch leuk om te verzamelen. Dat is een straattegel. Dat is lekker zwaar. Nee, die heb ik ook gekocht. Die maak ik wel zelf, die schilderijen. En die daarnaast ook. En die daarnaast ook. En hier zo ook. Die maak ik allemaal zelf en die zijn te koop. 100 gulden. Die is niet te koop. Dat is een deur. Die zijn wel te koop, ja. Die gaan allemaal weg. Die poppetjes zijn niet te koop. Die heeft mijn moeder geschilderd. Dit is van mijn zusje en zijn zoontje. Jorgie. Die tafel heb ik ook zo van gemaakt, maar die is al oud. Dus die gaat daar de deur uit, die dieven gewoon naar buiten. Dan ga ik een nieuwe maken. Wat geef je dan mee? Ik geef hem aan de cameraman. Die asbak heb ik iemand anders voor mij gedaan. Dat is geen broodrommel, dat is mijn wietbox. Ook die is voor Feyenoord. Mijn oude spullen in de kast. En iedereen die sjaaltjes over hebt mag hier naartoe sturen. Of met Piet. Nee, maar Piet houdt ze zelf. We'll be right back.
Waar ligt het dan? Leon van Rotterdam.